Eigenlijk niet, maar het is een beetje een rare situatie natuurlijk. Je bent aan het werk, dus je bent vooral aan het observeren wat er gebeurt. Probeert dat op zo goed mogelijke wijze te beschrijven en in beeld te brengen. En ja, omwille van de veiligheid blijf je toch een beetje achter de linies van de ME en alles wat je dan ziet aan wagentjes die daar staan. En op die manier voel je je toch een beetje beschermd. Dus ik wel. Ik ben wel bezig geweest om ook mijn cameraman in ieder geval veilig te houden. Want die staat natuurlijk door zijn camera te kijken. En die ziet al die stenen die door de lucht komen niet aankomen. Dus af en toe heb ik hem wel eens eventjes weer naar achteren moeten trekken om het in ieder geval veilig te houden. Was er veel verschil tussen wat er in Amsterdam gebeurde en in Eindhoven? Want dan leek in de beelden, leek het in Eindhoven eigenlijk op een gegeven moment nog wel wat verder eraan toe te gaan. Ja, ik zou graag willen vertellen hoe het in Amsterdam geweest is. Maar dat weet ik natuurlijk niet, want ik stond daar. Ik vond het heel heftig wat er gebeurde in Eindhoven in ieder geval. Ik heb zoiets eigenlijk ook niet in Nederland gezien, dat er inderdaad zo massaal op de politie werd ingegooid eigenlijk. En ook de manieren waarop de politie dan weer reageerde, dat heb ik ook nog niet veel eerder gezien. Je bent verslaggever van Omroep Brabant. We weten allemaal dat camera's ook kunnen inzoomen en dat wat je ziet soms niet helemaal representatief is voor de werkelijkheid. Was het zo erg als we hier zagen of waren dit momentopnamen? Ja, kijk, het zijn natuurlijk allemaal momenten na elkaar die op zo'n dag gebeuren. Het is een soort, hoe raar het ook klinkt, een soort kat-en-muisspel natuurlijk. Hè. Wat je nu hier achter je ziet, dat is vlak voor het station gebeurd. Dat autootje van ProRail is op zijn kant gegooid en in brand gestoken. Dat was eigenlijk ongeveer 150 meter verder. Ja. Ik had er ook zicht op, maar niet heel goed. Want het probleem is natuurlijk, je wil objectief verslag doen van allebei de kanten. Maar dat gaat natuurlijk niet, omdat je natuurlijk opgesloten zit achter die linies van de politie. Ik ga even naar Nijmegen, want daar zit Hubert Bruls. Die zit hier virtueel aan tafel, zal ik maar zeggen, met de avondklok in acht genomen. Meneer Bruls, u bent de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Als ik die opsomming nog even terughaal van alle plekken waar het onrustig is in dit land. Hoe kijkt u daar dan als voorzitter van dat Veiligheidsberaad naar? Ja, het is natuurlijk vreselijk. Ik gaf vanmiddag om 3:00 nog wat antwoord op vragen van de regionale pers hoe de Nijmegen omgeving de afgelopen nacht was gegaan. En ik was daar nog redelijk positief over. Maar wat met name die uren daarna is gebeurd in Eindhoven en nu in de loop van de avond ook dat collega's weer noodverordeningen, noodbevelen zijn moeten uitgeven in tal van plaatsen in het land. Dat is in één woord gewoon vreselijk. En aansluitend wat de heer Powell zei, dit is geen demonstreren. Ik zou dit corona-hooligans noemen. Ik kan er geen ander woord op bedenken. Ja, ik kan nog vreselijke woorden bedenken, maar dat helpt ook op dit moment. Ja,